Mannekepis en het Atomium kennen jullie al natuurlijk. Maar wisten jullie dat er meer dan 1000 kunstwerken in de publieke ruimte in Brussel staan? In deze nieuwe reeks gaan we op zoek naar de meest opmerkelijke. En vandaag staan we bij de bekendste hond van Brussel, het Sinneke, in de Kartuizerstraat. Het is een beeld van Tom Fransen uit 1998 en eigenlijk staat het symbool voor de Brusselaar. Streetwise en ondernemend, zonder complexen en nieuwsgierig. En natuurlijk is het ook een symbool voor de kruisbestuiving van alle culturen hier in Brussel. Vroeger en nu, alles dat hier gepasseerd is. Als minister bevoegd voor het imago van Brussel, reik ik ook regelmatig de miniatuurversie hiervan uit aan mensen die zich verdienstelijk gemaakt hebben voor onze stad. Toet Stielemans, Anne-Theresa de Keersmaker, Caroline Pauls, Angèle, Loes en de Yakuza en nog meer. Het zijn mensen die Brussel promoten als een stad die cosmopolitisch is en volks, open en meertalig. Een labo van ideeën. Kom het hondje hier eens bewonderen en besnuffelen.